denk aan mensen. Zij het doen, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen. Cheer, freedom fight. Onafhankelijk zijn. Freedom fight. Vrijwillig geïnformeerd. Freedom fight. Vrijdenken. Freedom Fights. Zo, lieve luisteraars. Nou, daar ben ik weer. Maar ik was er al, hè. Vrijdag 15 mei 2015. Het programma Freedom Vibes. Radio Sergam 89.3 FM live. En sinds kort ook te beluisteren via internetlink. U gaat gewoon naar de Facebookpage van Radio Sergam. U kunt ook naar de website gaan van Free Society Project. U klikt dan op de tab van Freedom Vibes. En dan ziet u waar u verder nog moet klikken om livestream te kunnen beluisteren. Zo, Sranamang, Surinamers. Vandaag gaan we het hebben over politieke macht, belasting en staatsschuld. Oké, maar laten we beginnen bij het begin. Politiek. Sana politiek. De politici zeggen politiek is besturen, een land besturen. Oké, klopt. Maar hoe doe je dat? Want je kan besturen met je eigen agenda, je kan besturen met een dubbele agenda. Toch? Je kan besturen op basis van dwang. Het kan onredelijk zijn, want je moet belangen behartigen. Hoe doe je dat? Besturen is... Het is geen één tweetje. Eigenlijk is het ook niet moeilijk. Tenminste, het doen wel hoor. Maar het systeem, om het systeem te begrijpen, is het in principe niet moeilijk. Zodra er sprake is van dwang, dan klopt iets aan het systeem niet meer. Maar goed, en macht? Macht is niets anders dan zeggenschap. Wat we vaak horen wanneer politici praten, is dat ze zeggen, ja, stem op ons en dan gaan we het voor jullie doen. Wanneer ze vragen, ja, maar wanneer het niet gaat, er zijn problemen, wat dan? Dan is mijn taak, nee, dan moet je achter ons aanzitten, brieven schrijven, je moet je stem laten horen, want dat doet het systeem. Het zorgt ervoor dat je inspraak hebt. Maar inspraak is geen zeggenschap. Lieve mensen, hij die betaalt, die bepaalt. Dus wanneer je belasting betaalt, dan bepaalt jij. Maar het systeem is zodanig gestructureerd dat jij niet bepaalt. Je bepaalt niet. Je verzoekt. En dan zegt men, je hebt inspraak. Oké, ik ga hierop ga ik zo meteen terugkomen. Maar laat maar vast beginnen met de eerste krantenartikel. Ik ga een heel kort stukje uitlezen. Zwarte maat. Regelen herstel economie op komst. Dat is een krantenartikel van 14 mei 2015, dat is gisteren. Heel kort stukje eruit lezen. Oké, het begint zo. Paramaribo. De samenleving moet zich voorbereiden op zware maatregelen na de verkiezingen van 25 mei, ongeacht de uitslag van de stembusgang. Alle politieke partijen en combinaties hebben nagenoeg dezelfde visie over pijnlijke maatregelen, zoals bezuinigingen en het verhogen van onder andere belastingen, om de ernstige financiële problemen bij de overheid op te lossen. Dus, weet je wat ik zo mooi vind? Wat is mijn best doen? Takatori die is na een collega maf mij toch. De man beverteert mij. En man tak, volgens mij naar Jacques Fresco takazang. Jacques Fresco is een grote denker ook. Maar goed, wat Jacques Fresco zei, als ik het goed heb hoor. Hij zei, we zouden eigenlijk een taal moeten hebben dat vrij van interpretatie is. Dus dat wil zeggen, wanneer ik zeg blauw, dan praat ik niet over lichtblauw of donkerblauw, maar dan praat ik over blauw dat jij en ik gelijk begrepen. Maar dat is moeilijk. Die taal moet nog ontwikkeld worden. Maar communicatie, toch, daarvoor heb je taal nodig. Code. Maar dan wanneer ik dit stukje nu lees,
En ik lees, de samenleving moet zich voorbereiden op zware maatregelen na de verkiezingen van 25 mei, ongeacht de uitslag van de stembusgang. Ben ik niet verbaasd, want ik zag dit al lang komen. Ik ben niet verbaasd. Maar wat ik wel grappig vind, is de manier waarop er gecommuniceerd wordt met de samenleving. Alle politieke partijen en combinaties hebben nagenoeg dezelfde visie over pijnlijke maatregelen, zoals bezuinigingen en het verhogen van onder andere belastingen om de ernstige financiële problemen bij de overheid op te lossen. Oké, dus kijk, dan gaan we dit nu even uitpluizen. Als je begint met pijnlijke maatregelen, voor wie is het pijnlijk? Want zoals dat systeem in elkaar zit, is dat die burger, ongeacht hoe hij uitkomt, rustig verplicht elke maand zijn belasting moet betalen. Dat gaat keihard door. Die overheidsfunctionarissen, en die ambtenaren, tenminste sommigen, want soms wordt een bepaalde, je zegt je toch, de onderwijzers worden niet uitbetaald, dan die politieagenten, dan die... Maar die overheidsfunctionarissen, bij je life, die worden altijd constant uitbetaald. Zonder uitzondering. Geen pardon. Zij moeten betaald worden. Dus ja. Het is waar wanneer die politieke partijen zeggen pijnlijke maatregelen. Want jang aan mij of viering. Zoals bezuinigingen en het verhogen van onder andere belastingen. Dus we betalen, er zijn in Suriname 17 verschillende soorten belastingvormen. Met takator die zo'n aantal lezen. In buitenland heb je meer, maar goed, we wonen hier. We hebben hier andere levensstandaarden. En dit gaat om principe, rechtvaardigheid. Als we al 17 verschillende soorten belastingvormen hebben, waarom zou ik nog dat deel waarvoor ik werk, mijn arbeid, waarom moet ik dat nog verplicht betalen? Wanneer er nu zelf gezegd wordt dat het niet goed gaat in het land. Want de overheid, die bestuurt toch? Is toch de bestuurder? En wij betalen verplicht zodat die besturing goed gaat. Nu is die besturing niet goed gegaan. En heb ik het nu... Laat me het specificeren. Ik heb het niet speciaal over deze overheid. Ik heb het over alle overheden, want het systeem is hetzelfde. Het wordt alleen vervangen met mensen. Mensen die op een andere manier dan vorm willen geven aan hetzelfde systeem. Maar het principe blijft hetzelfde. Wij, de burgers, u, ik, wij moeten verplicht doorbetalen. Ongeacht of het goed gaat of slecht. Nu gaat het slecht. Iedereen schreeuwt het gaat slecht. En nu moeten wij veel meer ervoor gaan betalen. Want check hier wat ze zeggen. Om de ernstige financiële problemen bij de overheid op te lossen. Dus de overheid heeft ernstige financiële problemen. En deze dingen toch, lieve luisteraars, dit zijn woordspelingen. Want de overheid is een organisatie van mensen. Is een organisatie van mensen en het is een dienend orgaan. Maar wanneer je zegt financiële problemen oplossen bij de overheid, als je bedoelt die organisatie en het gaat niet, dan waarom ga je nu meer geld bij mij komen halen om jouw probleem op te lossen? Laat me concreter zijn. Ik zeg altijd dat het politiek instituut het enige instituut is waarbij alles omgekeerd gebeurt. Alles. Wanneer jij zaken gaat doen... Nee, wacht even. Ik ga het weer goed zeggen. Misschien... Nee, weet je wat? Laten we even naar een fragment gaan luisteren. Koloko, jere. We gaan luisteren naar een fragment met, even kijken, met de heer Bova. Is corruptie normaal? Laten we even luisteren, lieve luisteraars. Is die chucha, hè? Mijn karazan van chucha. Mensen begrijpen niet wanneer de overheid... Kijk, wacht even. Ik moet even goed zitten om dit goed uit te leggen. Kijk. Burgers werken. Dan brengen ze het voor de overheid. De overheid is niets anders dan een organisatie van mensen die dienstbaar behoren te zijn. Dat is het. Ze behoren dienstbaar te zijn. Dus zij moeten nu met geld van die burger. Dus dat ding is niet kas van de staat, dat ding is kas van de burgers. En dan moeten ze nu met dat geld zodanig gaan werken dat die burger vooruit komt.
Wat horen we nu? De overheid heeft een schuldplafond. Dus de overheid gaat lenen. Maar van waar heeft de overheid dat geld? Van die burger. Dus wanneer nu de overheid een lening gaat nemen, toch? Met wiens geld gaat hij nu die schuld terugbetalen? Want de overheid nam money. De overheid heeft geen geld. Alles wat de overheid naar binnen haalt, ook zelfs die parastatale bedrijven, EBS, SWM, staatsolie, blablabla, zijn allemaal van de burgers. Allemaal. Dus al dat geld dat geïnvesteerd zou moeten worden in de vooruitgang van elke burger, gaat naar weet ik veel waar. Maar is dat niet genoeg? Want dan willen ze een grote lappen grond, concessies en weet ik veel wat. Allemaal voor die burger. Maar het ergste van alles is dat sommige mensen, partijloyalisten die dit horen, blindelings boos op me zullen worden. Kan het hem op een kosmie? Want de man vindt dat, ja, ik ben politiek bezig. Gelukkig, gelukkig ben ik nog Abbas met dat. Want dat klopt al niet, want ik heb geen enkele politieke kleur. Dus ik neem het voor niemand op. Meneer Lucas aan politieke partij. Zo. Nee. Ik heb een beetje te lang geluisterd. Dat hoefde niet. Ja, lieve luisteraars. Dus kijk, het is wel heel belangrijk om onze positie als burger in die maatschappij te begrijpen. Maar ja, kijk, we willen weer gaan stemmen. Dat is het systeem ook, toch? Je gaat weer nu kiezen voor andere mensen, want ze zeggen het zelf. Ze zijn er allemaal over eens wat er moet gebeuren. Dus we gaan nu weer kiezen. En ze zeggen ook zelf, ongeacht wie komt. Bezuinigingen komen. Ongeacht wie komt, zeggen ze ook, gaan ze nu meer geld van ons opeisen. En dit ding heeft Maf ook vaker gezegd. Hè? Er wordt een probleem gecreëerd door het instituut met de bedoeling iets op te lossen. En wanneer dat probleem groter wordt, dan wat gaan ze doen? Ze gaan meer geld halen bij diezelfde burger om datzelfde probleem op te lossen. Maar hoe logisch is dat? Even serieus, hoe logisch is dat? Dus, ik zou vertellen toch, alles is omgekeerd. Geen enkele winkel of geen enkele zaak, als het nou goederen is, kleding, whatever, kan de klant verplichten om te komen kopen. Want dat doet de overheid. De overheid verplicht jou om te betalen voor een product of dienst. Vooraf. En dan daarna hoor je wat zo'n product wordt of wat die dienst wordt. Je weet het niet vooraf. Ze beginnen wel te zeggen, dit gaat komen. Net als wat ze nu zeggen. Maar nu beginnen ze te zeggen, belasting op Biggie Pie. Maar dan luister nou, als je het hebt over bezuinigingen, toch? En jij hebt dat probleem gecreëerd. Ik heb het niet over mensen of politieke partijen. Ik heb het over dat systeem. Want zo werkt het liever. Lieve luisteraars, ga maar na in uw persoonlijk leven. In uw persoonlijk leven. Maak die vergelijking even. Elke politicus die daar is komen te zitten, is hij vooruit gegaan? Of zij? Of is hij achteruit gegaan? Of zij achteruit gegaan? Heeft u als burger steeds meer aan deze overheid moeten geven? Of heeft u door de jaren heen minder moeten geven aan die overheid? Hebben de overheidsfunctionarissen of politici, hebben ze met de tijd, er zijn enkele uitzonderingen, laat me dat duidelijk bij zeggen. Maar hebben de meesten niet heel wat grote lappen grond bijgekregen? Ze hebben het zelf verteld hier, aan de Mietakken, de Maasref Basadori. Hoeveel lappen grond heeft u gekregen in de tussentijd? En dan moet u kijken. De meeste mensen werken zo lang voor bepaalde zaken. Overheidsfunctionarissen, binnen 5 jaar. Daarom willen ze weer steeds 5 jaar niet. Ja, oké, je hoort dat ding altijd nu. Dus wanneer ik zeg 5 jaar, dan lijkt het alsof ik refereer aan een bepaalde politieke partij. Maar dat is het niet. Ik heb het over allemaal. Toch? Want Asani is nou algemeen Sani. Dus kijk even naar die vergelijkingen. Hoe lang moet jij wachten op een stuk grond? En niet alleen dat, dat is macht, is zeggenschap hebben. Ik ga jou vertellen hoe jij mee moet komen vragen aan een stuk grond. En natuurlijk, het moet gereguleerd worden. Ik zeg niet dat het gereguleerd moet worden. Ik geef alleen het verschil aan. Jij de burger betaalt aan mij bijvoorbeeld overheid, dan ga ik je nu zeggen, oké, je mag aanvragen aan grond, terwijl het grondgebied ook niet van de overheid is.
Niets is van de overheid, nogmaals. Abong. Dan ga je me nu zeggen, oké, okay, je mag vragen. Dan ga ik je nu uitleggen hoe je me moet komen vragen. En dan ga ik je nu ook uitleggen hoe lang je moet wachten. En wat blijkt ook, al wacht je langer dan dat, ja, dat toch is dan wachtie. Zijn er consequenties? Nee, je moet gewoon blijven wachten. Er zijn geen consequenties. Denk je dat wanneer je de staat voor de rechter gaat slepen, dat je plotseling wel je grond gaat krijgen? We kunnen het proberen hoor. Maar ja, je moet geluk hebben. Dan krijg je dat. Misschien dat de mouw tikkie tapant rasan. Tenminste wat ik terug hoor hoor, lieve luisteraars, wat ik terug hoor. Maar dit is de positie waarin wij burgers onszelf zetten wanneer wij stemmen. Wanneer wij zeggenschap geven over ons leven, over basisrechten die ons van nature toekomen. Recht op een eigen plekje. Ik zeg nogmaals, natuurlijk moet het gereguleerd worden. Recht op ondernemen, op leven, dat is weer toestemmingsmacht. Ik wil een bedrijf opzetten. Dan moet ik jou nu komen vragen of ik het mag doen. En dan ga je me uitleggen hoe ik het moet doen. En vaak genoeg weten ze zelf niet hoe dat ding aan elkaar zit. Terwijl de kracht van de burger zo, en we onderschatten onze eigen kracht. En dat na gevaar, ja toch. Dat na gevaar, ja. We hebben niet door hoe sterk we zijn. Utranga, maar we sribi. Meneer Wong was hier een keer in de studio, heeft uitgelegd wat de aannemersvereniging doet. Wanneer je wilt bouwen, kan je gaan naar de aannemersvereniging en je krijgt daar, is het burgerinitiatief. Dit is niet van overheidswegen, dit zijn burgers. Dan ga je daar je informatie halen, van waar je op moet letten, wat de voorwaarden zijn om te bouwen, wat de procedure is, wat de algemene gangbare tarieven zijn, wat de juiste kwaliteit is, welke aannemer toch wel, ja, is heb je toch, tot de betere behoort, welke niet, ik weet niet of ze dat zeggen. Maar wat ik wil zeggen, er is een controlemechanisme en het is vrije wil. Maar wanneer je de overheid hebt tegenover je, hetzelfde ook met veiligheid toch, politie. Je hebt goede politieagenten, je hebt een heleboel goede politieagenten, je hebt rotte appelen, dat zegt het korps zelf ook. Toch, korpschef zegt dat zelf ook. Je hebt wat rotte appelen en die verpesten het voor de rest. Maar wanneer je als burger niet geholpen wordt op een adequate manier, omdat misschien ja, je toevallig nog pech hebt en je hebt te maken met een rotte appel, wat gebeurt? Je kan nergens anders gaan. En als je nergens anders kan gaan, is er geen incentive voor de mensen om echt, natuurlijk er wordt aan gewerkt, ik zeg je net er niet wordt gewerkt. Maar wanneer je een monopoliepositie hebt, dan is er weinig incentive om dat ding te verbeteren. Laat me het anders zeggen. Al heb je incentive, het is heel moeilijk om het te verbeteren. Want je hebt met zoveel mensen te maken. Je personeelsbestand is zo groot. En je hebt steeds met menselijk handelen te maken. Dit is het gevaar van zeggenschap hebben. Wij burgers hebben inspraak. Una zeggenschap. Wat noem je heer Trattori. Zeggenschap is wanneer het omgekeerd zou zijn. Toch, bijvoorbeeld, kijk, een klein voorbeeld. Politieagent, een rotte appel, bakst een gedegen burger. Ik heb het niet over een crimineel. Ik heb het over een gedegen burger. Omdat die rotte appel, die man heeft een bad day. Hij bakst de burger. Wat is wettelijk vastgelegd? Jij mag niet terugslaan als burger. Jij moet naar OPZ gaan. Dat is de procedure voor jou. Wanneer jij agent bakst, Word je gelijk meegenomen in de bak in. Dat is die procedure. Ook voor jou. Zo werkt het systeem. Is dat rechtvaardig? Is dat echt het enige? Is dat echt het beste waarop wij als mensen kunnen komen? Ik bedoel, als raketten, ook niet wij Surinamers, maar goed, mensen heet. En dit systeem is ook overgenomen uiteindelijk. Maar als we raketten naar de maan kunnen sturen, if we can bouw computers, if we can make wagi, if we can mix and say fly. Dat wil maar zeggen dat we niet eens een systeem kunnen bedenken dat rechtvaardig is en dit soort dingen niet kunnen voorkomen. En we hebben ideeën hoor. We hebben ideeën. Maar ja, ik heb gasten volgende week in de studio toch? Dus deze ideeën wil ik dan houden voor mijn gasten. Isabi, daar kan ik even lekker met ze babbelen over deze ideeën. Maar om even terug te komen op die zware maatregelen en bezuinigingen. Wat ik dan niet hoor,
is dat door die salarissen en schadeloosstellingen van die overheidsfunctionarissen nu drastisch omlaag gaan brengen. Dat hoor ik niet. Ik hoor dat wij burgers meer moeten gaan betalen. En bet your life binnen een jaar of binnen een paar maanden. Want ze zeggen al, toch? Het is moeilijk in het land. Economische situatie is moeilijk in het land. Gaan zij vinden dat ze niet genoeg uitkomen. Dus dan gaan hun salarissen en schadeloosstellingen weer omhoog. Dit wordt opgeslagen. Ik ga dit fragment weer afdraaien wanneer het gebeurt. Na een paar maanden of binnen een jaar. Want dat is het systeem. Wij betalen voor alle fouten die overheid maakt. Die organisatie maakt. Dat is het spel. Maar laten we weer gaan stemmen hoor. Ai. Laten we weer gaan stemmen op mensen. Mm-hmm. Laten we dat vooral blijven doen. Want het werkt duidelijk goed voor ons. In ons voordeel. Ja toch? Oké. Lieve luisteraars, ik moet een beetje veel praten vandaag. Dus wat ik ga doen in de tussentijd. Ik ga even een breakje nemen. We gaan even luisteren naar een lekkere pokoe. Dan ben ik zo bij u terug. How are you? Back with you on Off the Hook Radio. It's DJ Buddha Blaze. You know, Electric Powwow is going on tonight. That's right, A Tribe Called Red. Are you going to check them out? Give me a call. Let me know. Let's get into the latest from nation to nation. This is Sisters. Luisteraars, ai, ik ben weer terug. Oké, dus even kort samengevat het vorige stukje. Het komt hierop neer. Als we praten over bezuinigen, lieve politici van me, die ook in Zwitserland aan wonen. Ik kom ook van jullie hoor, ik bedoel, jullie zijn ook mijn medemens. Ja toch, ik heb alle respect voor jullie, maar ik heb het over het systeem. En je hebt wel, kijk, het is wel zo dat je... Mensen hebben die bewust corrupt zijn. Corrupt wil zeggen, je steelt van mij. Want ik zie mij, want wat wij eigenlijk doen wanneer je belasting betaalt, lieve luisteraar, is dat jij investeert in je eigen toekomst. Dat doe je. De deal is, ik geef jou 10% toestemming. Ik geef je geen zeggenschap over mijn leven.
Dat is wat verkondigd wordt. Ik geef je toestemming, toch? Dat houdt in, ik vertrouw erop dat het beleid wat dat jij gaat uitzetten ervoor gaat zorgen dat ik vooruit ga. 90% in mijn leven. Dat is dat contract. Ik betaal je om te werken voor mij, maar wanneer je niet voor me werkt, dan pleeg je contractbreuk. Dan waarom moet ik je nog betalen, brada? Waarom? Leg me uit waarom ik je nog moet betalen. En dat is het. Je kan niet loskomen van de overheid. Want wanneer je niet meer wil betalen, is er wettelijk al vastgelegd dat je strafbaar bent. Dus je bent crimineel, dus wacht even. Laat me die tori goed bekijken. Dus jij werkt voor mij, maar wanneer je wanpresteert of het lukt je niet, ik zeg niet dat je bewust dat doet, maar het lukt jou niet. En ik niet meer zou willen betalen, dan ga je me nu opsluiten. Want ik moet of je kan beslag leggen. Het politiek instituut is het enige instituut waar alles omgekeerd werkt. Als u een zakenrelatie heeft en een persoon wanpresteert of dat bedrijf wanpresteert, je paya mangodoro, ga je geen schadevergoeding eisen. Nee toch? Of als je nog zaken wil doen, zeg je van luister nou brada, zit die tori rustig, isabi toch? Laat je lenen in kaart, isabi, breng je lenen in kaart toch? En dan wanneer ik het idee heb dat je het kan doen, dan kom ik. Maar nee, we moeten hier vooraf betalen. Dan zien we wat het wordt. En dan zeggen ze ook ja, want andere mensen hebben die producten nodig. Brother, dan moet je het met die andere mensen gaan regelen. Als die andere mensen vinden dat zij jou moeten betalen, is dat hun goed recht. Maar niet omdat zij vinden dat het hun goed recht is, wordt het automatisch mijn goed plicht om mee te doen daaraan. Want dat is toch vrijheid van mening, dat is toch vrijheid. Als je vindt je woont in een rechtsstaat, dan ben je toch vrij om te weigeren. Je kunnen nooit vrije mensen zijn, zolang we niet vrij zijn om te kunnen weigeren. Dan ben je niet vrij. Dan ben je gevangene. Zo simpel is het. Het is helemaal niet zo moeilijk. Want zo werkt de overheid. Jij moet betalen. Wachten. Kijk. Ik ga wat oplezen. Ander artikel. Kopstuk. Staatsschuld zwelt fors naar boven 6 miljard. 6 miljard. En deze is van 5 mei. Is van vandaag. Ik ga heel kort stukje eruit lezen. Staat hier. Zoals bekend is de klacht dat ondernemers al geruime tijd niet zijn uitbetaald voor geleverde diensten en goederen. Erg actueel. Ik ga het gewoon even hierop houden, wat dit artikel betreft. Kijk, en dit is de werkwijze naar de overheid toe. De overheid zeg ik ben je dienaar, pay me, want ik wil dat het goed gaat met jou. Dat zeggen ze allemaal. En een paar van ze menen het wel, maar wil dat zeggen dat je het kan? Oké. Dit is de werkwijze. Dus, ik ben je dienaar, maar jij moet betalen, belasting toch? Je moet betalen. En wanneer ik jou moet betalen, moet je gewoon wachten. Wanneer het omgekeerd is, dus dat zeggen ze dus, zelfde situatie. Je hebt de dienst voor me geleverd, nou ik mag je betalen. Maar wanneer je hun moet betalen, zeggen ze, ik moet niet wachten. En hoe kan iemand die zich bekommert om mijn vooruitgang, gewoon voor mij bepalen dat het deel waarvoor ik heb gewerkt van een persoon is? Laat me het anders zeggen. Wanneer de overheid bijvoorbeeld zegt, en ik ga nu een stuk lezen een ander stuk lezen, met als kopstuk, economische ramp compleet. De regering doet aan monetaire financiering op grote schaal. Oké, bla 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 bla. Ik ga gewoon een stukje lezen hier. Deze zinsdeel begint met het aanvallen van deze regering. Maar goed, ik heb het niet tegen regeringen. Maar staat, de grootste overheid is de grootste schuldenaar van de particuliere banken en blijft maar lenen. Kijk, dit is dus weer iets dat helemaal verkeerd gecommuniceerd wordt naar de samenleving. We willen zo moeilijk praten, maar dat ding is niet zo moeilijk. De overheid is niet de grootste schuldenaar. Wij, u, ik, de burgers, wij zijn de schuldenaars. Want ze gaan die belastingen toch verhogen? We gaan toch bezuinigen?
Maar nogmaals, wie gaat bezuinigen? Want gaan ze hun salarissen terugbrengen naar 3 tot 5.000 SND? Nee, wat ze gaan doen, ze gaan meer geld halen uit salarissen van die burger. En daar staat er ook verder, de binnenlandse staatsschuld stijgt maandelijks en het leengedrag is verwerpelijk. Oké, kijk, nogmaals. Wat er ook wordt gedaan via die organisatie, vindt u als burger dat u vooruit gaat door deze handelingen? Als het nou bewust of onbewust is, goed bedoeld, slecht bedoeld, ga je vooruit. Ga je vooruit. En waarom is het dan logisch dat je nog doorbetaalt? Verder, een zekere heer werd zelf emotioneel toen hij, ik lees verder, hè. Zekere heer werd zelf emotioneel toen hij opperde dat het ertoe zal leiden dat water en elektriciteit voor onze kinderen niet gefinancierd kunnen worden omdat de blabla regering alles heeft verbrast. Oké. Dat andere is al duidelijk. Ik ga me even richten op onze kinderen. Het verbaast me elke keer dat men zo praat alsof onze kinderen werkelijk onze kinderen zijn. Want onze kinderen gaan misschien de ronde leiden, maar kinderen van die politici niet. Van die overheidsfunctionarissen die tenminste daar aan de macht zijn. Die kinderen gaan er niet. Ze gaan er absoluut niet aan onderleden. Sorry. Dus laten we nu echt de dingen beginnen te zien voor wat ze zijn. Lieve mensen, laat me even duidelijk. Dit is geen aanval naar de overheidsfunctionarissen toe. Want soms wil je werkelijk beter doen, maar je kent gewoon niet een andere manier van hoe je het moet doen. Dus dan ga je gewoon maar roeien met de riemen die je hebt. Maar wat voor principiële perspectieven hebben we eigenlijk? Hoe kijken we tegen het leven aan? Als we zijn allemaal gelijk, we zijn allemaal mensen. Maar rechtvaardig dat omdat jij daar zit, dat je nu meer geld uit mijn zak kan komen kloppen gewoon? Omdat je vindt dat je eigen probleem niet kan oplossen. Als je ziet dat het instituut niet van je functioneert, los het op. Maar begin niet alvast meer geld bij ons de burgers te komen halen. Los eerst je problemen. Maar ze beginnen nu al te zeggen dat ze gaan bezuinigen. Oké, goed, ik herhaal het. Ik herhaal het te veel. Laat me dat niet meer zeggen. Oké, maar wat gebeurt in de tussentijd? Los van dat men het niet kan. Want kijk, het is onpraktisch. En dit bedoel ik. Hè? Het is niet dat ik wil zeggen dat mensen, hoe zal ik het zeggen? Dat ze onkundig zijn of zo. Maar ik doel meer op het volgende. Het is niet realistisch, het is niet praktisch om te geloven dat een kleine groep mensen alle problemen voor alle mensen over een heel grondgebied kunnen oplossen. Het kan niet. Daarom ziet men dat men teruggaat naar resorten, naar decentralisatie. Omdat de mannen abba overzicht. En ze zeggen ook vaak genoeg, ja, je gaat toch ook niet iedereen tegemoet kunnen komen. Maar wat zeg je daarmee eigenlijk? Dan zeg je toch al zelf dat je weet dat je het niet kan doen. Maar dat onbewust ben je al bezig de mensen voor de gek te houden tijdens die verkiezingen. Want je weet bijvoorbeeld, iedereen weet het. Maar dan moet jij dus nou net pech hebben als burger dat je valt in die groep, toch? Waar jij niet geholpen kan worden. Want ze noemen het helpen. Maar ze worden betaald, maar ze helpen ons. Maar oké, toch? Helpen is wanneer je het gratis doet. Dus we moeten deze zaken wel goed gaan onderscheiden, mensen. Waarom haal ik dit aan? Als we niet stilstaan bij deze zaken, gaan we niet openstaan voor nieuwe mogelijkheden, andere systemen. Want de mogelijkheid, het enige wat het tegenhoudt, is onwil. Waarom zeg ik onwil? Want wat zijn verkiezingen? Iedereen vecht voor zeggenschap. Want ze zeggen het ook, het moment dat je daar komt, toch, dan kan je beleidslijnen uitstippelen. En dan moeten mensen doen wat jij zegt. En wat is niet zo heerlijk als wanneer iedereen doet wat jij zegt? Daarvoor moet je sterke geest hebben. We hebben deze dingen vaker besproken. Men vecht om zeggenschap. Men vecht niet om te dienen. Dat noemen we trattorie. We kunnen onze systemen veranderen. Het kan. Voordat ik afsluit vandaag, ga ik het heel kort daarover hebben. Ik ga een korte inleiding geven op waarom ik zeg dat het mogelijk is om onze systemen wel te veranderen. Of weet je wat? Nee, laat me het gelijk aangeven. Bijvoorbeeld, gezondheidszorg. We hebben analyse gedaan. Die analyse wijst uit dat die hele gezondheidszorg geprivatiseerd kan worden. Dat wil zeggen, net als wat de aannemersvereniging heeft gedaan. Ze hebben de overheid niet nodig, want wie bouwt die straten? Niet de overheid. De overheid
huurt dat bedrijf in, die straten bouwt en bruggen bouwt. De overheid kan het. De overheid is nothing but a middleman. Ze bemiddelen alleen, that's it. Ze zijn geen bouwers. De bouwers zijn u en ik. Wij. Wij zijn de dienstverleners. Wij creëren. Dus, gezondheidszorg kan gewoon geprivatiseerd worden. Oké, je hebt natuurlijk een transitiefase. Toch? Want hoe ga je van overheid, hoe ga je dat regelen? Maar ook dat is mogelijk. Ook dat is mogelijk. Maar goed, zoveel tijd heb ik niet. Maar laat me gewoon even naar het eindpunt gaan. Ik ga die transitiefase even overslaan. Maar laat me even gaan naar het eindpunt. Stel je voor dat we de gezondheidszorg zouden privatiseren. Wat gebeurt? In plaats van dat de burger betaalt aan de overheid, betaalt hij rechtstreeks. Oké, je kan betalen of aan de instantie zelf, maar wat beter zou zijn. We spelen met ideeën. Maar het gaat erom dat u doorheeft dat de overheid niet nodig is. Spelen met ideeën. Hier, pap. Je betaalt in een bepaalde verzekeringsvorm. Mensen betalen nu al verzekeringen. Weliswaar verplicht, maar het hoeft ook niet verplicht. We hebben ook een systeem daarvoor. Oké, je betaalt je verzekering nu. Je betaalt een x-bedrag voor pakket A, ik zeg maar wat. En heb je pakket A+, want dan gaan mensen zeggen, ja, maar mensen die geen geld hebben, kunnen geen verzekering betalen. Dan zeg ik, oké, klopt. En we moeten ook voor die mensen zorgen. Oké, dan gaan we nu zeggen, dan heeft de verzekering nu een pakket. Oké, we hebben pakket A, daarvoor betaalt u, dat is voor u. En we hebben nu pakket A+. Als u extra bedrag betaalt, dan kunnen wij met dat bedrag uw mede-Surinamer tegemoet komen in geval hij of zij ziek wordt. Voor u, omdat u uit vrije wil bereid bent extra bedrag te betalen, gaan we u tegemoet komen op de volgende manier. Ik zeg maar wat, u wordt een extra maandje later verzekerd of wanneer u vergeet dat uw verzekering is vervallen, nou dan krijgt u gewoon een behandeling. Dat mocht u een behandeling moeten krijgen daarna, nou dan krijgt u dat gewoon gratis, gaan u tegemoet komen, omdat u ook ons tegemoet bent gekomen. U bent de samenleving op uw manier tegemoet gekomen. En dan praat ik alleen over gezondheidszorg. Ik praat over vrije wil, eigen belang, creatieve overtuiging. Het enige wat in de weg hiervan zou staan is onwil. Maar waarom zou ik niet een extra bedrag bijbetalen als ik weet dat ik iets extra's voor terugkrijg? En het extraatje dat ik geef komt ook nog iemand anders ten goede. Maar dan is dat weer gelinkt aan onderwijs en ook weer gelinkt aan veiligheid. Want alles is connected. Ik begon vandaag met alles is aan elkaar verbonden. Alle theories. Niets staat los van elkaar. Maar willen we wel? Of willen we steeds in die gedachte blijven geloven dat we werkelijk een kleine groep mensen nodig hebben die alles voor ons oplost? En lieve mensen, nogmaals, ik scheld mijn mede lieve Surinamers niet uit. Want wanneer ze hier in de studio zitten, met ik zeg ze dezelfde dingen. Met Aksdema Asem Sandisi. En ze zeggen ook zelf, ze kunnen niet iedereen helpen. Ik heb dat net gezegd, ik zeg het weer. De man om man. Het is niet eerlijk naar hun toe, want we leggen een oneigenlijke druk op deze groep mensen. Daarom zeg ik dat ik ze niet uitscheld. Dat ding is technisch gezien. Ze kunnen niet. We zijn onrealistisch en onredelijk als samenleving om steeds te roepen, zij moeten het voor ons oplossen. Want ik lees hier verder in het stuk, dat dezelfde persoon zegt, hij roept op tot samenwerking. Dat is goed. Maar dan wel op gelijkwaardige basis. Dat de overheid voor jou gaat verplichten om meer geld uit je zak te halen. Om extra belasting te betalen. Terwijl ze zelf zeggen dat het moeilijk gaat economisch. Dus je kan je geld veel beter gebruiken. Dat is vrijheid toch? Want al ga je soft kopen of kleding kopen of wat kopen. Er gaat weer een bepaald deel van het geld dat je uitgeeft. Gaat weer terug naar die overheid. Dus die overheid gaat niet verliezen. Maar dat geld waarvoor jij hebt gewerkt, je hebt alle recht om te bepalen wat jij met dat geld doet. Naar your money. Dus als hij oproept op samenwerking overheid-burger, dan klopt dat al niet. Want de burger heeft geen keus. De burger moet gewoon meegaan wat die overheid zegt. Of die organisatie van mensen zegt, laat me het zo zeggen. Alleen gezamenlijk en met betrokkenheid van alle sociale partners kan de crisis worden aangepakt. Dit is weer zo. Sociale partners, wie zijn dat? Praten die sociale partners wel namens ons? Zitten wij in die ruimte wanneer onze belangen worden besproken waarvoor wij verplicht moeten betalen? En dan staat er verder, we hebben een integere leider nodig. Als we corruptie stoppen, houden wij meer geld over. Maar ze zeggen allemaal zelf, je kan corruptie nooit helemaal uitbannen. Dus ik betaal jouw geld nogmaals, zodat ik vooruit kan gaan. Maar je zegt me tegelijkertijd dat je niet helemaal ervoor kan zorgen dat zaken oneerlijk of eerlijk aan toe zullen gaan. Maar je verplicht me wel in de tussentijd dat ik door moet betalen. Dus je zegt me bij voorbaat al dat ik niet verzekerd ben van vooruitgang, wat ik al merk. En je begint me ook al te zeggen dat ik er niet op hoef te rekenen. Maar
Blijf doorbetalen. Dat is het systeem. Dat is het systeem. Dus, wat gaan wij doen? Wat gaan we doen? Want corruptie is gewoon, het is diefstal, fraude. Het is poging tot moord. Want wanneer je komt aan mijn geld, je neemt steeds meer geld van me. Wil dat zeggen dat je komt aan de kwaliteit van mijn leven? Want minder geld betekent minder vrijheidsbeweging, betekent minder eten. En hoe meer je neemt, hoe minder ik heb. Dus op een gegeven moment, je kier me. En heb je dan maak je van gedegen rustige burgers, wat we ook al zien, maak je criminelen. Want we worden hosselaars. En hosselaars. Zeg dat vaak, wanneer een hosselaar lang genoeg een hosselaar blijft, wordt hij een killer. Nou, wees een vriend van me, zijn maar dat eens. Als je sterk van geest bent, je komt er bovenop, dan ga je weer in de rust. Maar sommige mensen, begrijpelijk, ik keur het niet goed, maar begrijpelijk, de mind control hosselaar. En dat wil zeggen, dat je op een gegeven moment, het begint bij dat je niet aan je betalingsafspraken gaat houden, want je kan niet. Tweede, ga je mensen bewust voor de gek houden. En een meest wrede niveau, allerhoogste niveau, is dat je daarover lijken begint te gaan. Want iedere tap een hossel, het is opjagend omdat er een schaarste is. Je moet vinden en je moet vinden voor jezelf en voor je gezin, want als je niet vindt, je vol. Dus je moet andere mensen uit de weg slaan en dat is het gevaarlijke. En dit alles is uiteindelijk bewerkstelligd door besluiten die een kleine groep heeft genomen. Of de manier waarop men ons geld beheert. En daarom zegt men nu ook vaker wereldwijd, geld, beheer en politiek moet gescheiden worden. Je hebt George Napolitano in Amerika, Ron Paul, u mag ze googlen. Je hebt ook Josie, de Outlaw, mag je ook googlen op YouTube, mag je ook zoeken op YouTube. Je hebt in Nederland heb je Twan Manders, dat is een jurist. Hij legt ook uit hoe onrechtvaardig dat belastingssysteem is. En Surinamertje Potty zei wij alleen, of tenminste, ja, ik praat het meest hierover. Maf is er ook. Je hebt ook Crazy G, zijn liedjes gaan ook veel over het onrecht. Maar lieve mensen, nogmaals, dit is niet om aan te vallen, want ik wil net als jullie ook vooruitgang. Maar laten we rechtvaardig omgaan met elkaar. Laten we de zaak goed bekijken. En zolang mensen corrupt zijn, hebben wij een probleem. Maar laten we even kijken hoe men omgaat met corruptie. Coarcatorie dat even. Oké, laten we even luisteren naar de heer Bova weer, nog een keertje, over aanpak corruptie. Let's go. De wet praat over een omissiedelict. Toch? Wanneer je dus iets weet, maar je en zegt... En het nalaat, dus. Toch? En het nalaat, ja. Dan ben je eigenlijk medeplichtig. Ja. Maar is het dan ook logisch als iemand dus echt super integer is, hè? Kan ik, dus ik probeer mijn voorstelling van te maken. Maar je trekt op, of je bent eigenlijk in een hoek bezig, waarvan iedereen zegt, ja, iedereen is corrupt, en dan zegt men, als je iemand wil leren kennen, kijk naar zijn omgeving, of kijk naar zijn vrienden. Mm-hmm. Toch? Zo iemand die integer is, wel geassocieerd willen worden met zoiets. Want ik probeer een voorstelling van te maken. Dus ja. Als ik daar zou zitten, en ik hoor dingen, ik weet, dat denk ik van, no, maar de allemaal chemie ook toe. Ik zo, je weet toch, terwijl ik het goed bedoel, maar niemand noemt namen, maar iedereen zegt het zo, maar het is vraag, zo vaag. Maar de vraag is, als het zo erg is en zo slecht, kijk, als... Je vindt corruptie niet als, zo erg? Nee, ik heb het niet daarover. Als het de aanzien van het aantal personen die we zouden kunnen vermoeden, of aanwijzen, dat ze corrupt zijn, dat het aantal zo dramatisch is dat je... Ik kan zeggen dat het hele parlement of die hele organisatie corrupt is. Maar als één persoon corrupt is, is het toch al één te veel? Ja, 100%. Maar als, kijk nou, als één pater uit de kerk, toch? Een jongeman misbruikt, wat moet je zeggen? Dat die hele kerk een naar de verdoemenis moet gaan? Nee, het gaat om de consequenties. Als dus, die pater aanblijft, dan zegt dat wel wat van die kerk. Ja, dus daar gaat het bij mij om. Die pater, maar is niets met die kerk. Als die kerk het toelaat, wel. Dus dat is wat ik bedoel, toch? Want er wordt de norm van de pater... Maar het wordt dan sterker dan de norm van de hele kerk. Ja, maar wat ik je daarmee wil aangeven, is dat als je die persoon aanpakt, dus de pater, in die organisatie, die persoon of de personen waarvan je weet dat ze iets verkeerds hebben gedaan, is er toch niets met die organisatie. Dus dan hoef je jezelf toch niet weg te drijven. Ik vind mensen losers als ze in een organisatie zijn of ergens waar ze verandering in willen hebben.
En dat ze van die veranderingen weglopen. Of dat ze van die fouten weglopen. Maar niemand pakt aan. Niemand pakt aan. Iedereen is vaag hierover. Nee, maar wees concreet. Ik bedoel, noem mij iets of iemand. Kijk. Maar dat vraag ik aan je collega's. Noem namen, maar niemand wil. In de afgelopen tijd hebben we een aantal. Ik kan gewoon 3-4 concrete noemen. Dus luisteraars, heel even kort hoor. Hij zegt wees concreet. En hij heeft gelijk, wees concreet. Noem namen. Wie is corrupt? Maar dat is niet de taak van de burger om dat te doen. Want jullie zitten daar. Iemand die heel erg... En nogmaals, dit is niets naar de heer Bouva toe. Dit is het systeem denken. Hè? Dit is hoe mensen denken binnen het systeem. Ja, er is geen bewijs. Maar als jij daar zit in het landsbelang. En je hebt een vermoeden of je hoort een tory van dat je collega corrupt is. Dat wil zeggen, hij is corrupt. Dat wil zeggen, hij steelt van het volk. Dat is het. Toch even bot gezegd. En jij bent integer, dan ga jij niet wachten totdat iemand komt met bewijs. Of je gaat namen noemen. Je gaat dat ding aanpakken. Je gaat ervoor zorgen dat zo iemand niet meer daar rond beweegt. Want dat wil zeggen dat de belangen van de burgers niet meer veilig zijn. Maar als je het weet, je hoort iets, maar je denkt van ja, je weet niet zeker. Dan wanneer ga je zeker weten? Dat is je taak toch? Daar zit je toch daar. En als je hoort dat die dingen gebeuren, moet je toch aanpakken. Dan moet ik wel zeggen van de heer Breveld, hij is de hele tijd heeft hij erachter aangezeten. Toch? Constant anticorruptiewet. Op een gegeven moment de man liep beheersen. We hebben nooit meer iets erover gehoord, toch? Want nu moeten we voor ze gaan kiezen, terwijl de man was zitten aan dat schrijfje. Maar het ligt ook aan ons. En dit heeft te maken met verbondenheid. Hè? Als je niet verbonden voelt met het volk, wanneer je niet verbonden voelt met het leed van de mensen, ga jij het niet belangrijk vinden om op eigen initiatief en de mensen aan te pakken en op eigen initiatief jezelf gewoon op een transparant bord te zetten en zeggen, oké, kijk, hier heb ik en kijk, ik wil dit niet. Ik teken iets aan vast, maar ik weet dat ik niet mag komen toch aan de bezittingen of aan gronden of aan belangen van anderen. Dus beperk me maar. Beperk me. Want ik hou van het land, ik wil het land dienen, dus beperk me. Dat horen we niet. We horen juist, nee, we zijn burgers, we hebben ook recht. Dat horen we. Om een dienaar te zijn, zou je heel nobel van geest moeten zijn. Men beseft de kracht, men beseft de schoonheid van dienstbaarheid niet. Men beseft het niet, men praat erover. Maar men weet niet wat het inhoudt. Maar goed, we gaan even verder. We hebben gehad het geval van TAS, toch? Telecomautoriteit. Er is een heleboel gezegd geweest. Het was onduidelijk over de positie van die directeur. Die directeur is toch weggevallen. Zelfs maar, de politieke top, laten we dat even afmaken. Dat zijn hele concrete. Zelfs toen de politiek, de president, de harde maatregelen heeft genomen. Rondom dat geruis van de ex-minister van Openbare Werken. Heeft hij toch maatregelen getroffen? En ik kan nog een voorbeeld aan. Oké, is waar. Hij heeft werkelijk maatregelen getroffen omtrent de minister van OE in de tijd. Maar het zien we, diezelfde minister heeft gewoon een andere positie gehad als beleidsadviseur, toch? Als het goed was. En ik lees vandaag in de krant dat zijn schoonzoon directeur wordt van Nieuwe Energie. Zo, lieve luisteraars, ja, dat van zijn schoonzoon, dat was die tijd. Maar waarom ik dit stukje nog even heb gelaten van het fragment, is dat ik in hetzelfde krantenartikel lees, dus waar ik nu uit lees, dat de heer Caldera dit dus heeft bevestigd. Toch? Dat de oud-minister Abrahams heeft het gezegd, ik zeg niet, ik herhaal al wat hier in het nieuws staat, dat de oud-minister Abrahams werd vervangen wegens corruptie, en men vond het opmerkelijk. Hij verzuimde om te zeggen dat Abrahams een eervol ontslag heeft gekregen en voor een hogere salaris adviseur van de president is geworden. Corruptie wordt niet gestraft, maar juist beloond. Oké. Nogmaals, het gaat niet over deze regering, maar het gaat erom dat dit systeem dit toelaat. En kijk, we gaan weer stemmen. Lieve, tenminste, ik niet hoor, maar een groot aantal mensen. Maar de vraag die ik dan mijn lieve mede-Surinamers wil stellen, als we al deze dingen bekijken, ook als we zien hoe politieke leiders elkaar door het slijk halen, van de my Cosma Kandra. Ik bedoel, ook dingen die ze hebben gedaan. Niet alleen die scheldkanonades, maar
Vader maar in Nyamomoni. Dingen die ze doen. Weet je, onrechtvaardige dingen. Dat vraag ik me af. Vraagt u zichzelf wel af. Is dit de type persoon. Die u wil. Die, is dit de type persoon. Sorry. Mijn gaga. Emoties toch. Laat me opnieuw beginnen. Is dit de type persoon. Van wie u wil. Dat uw belangen behartigd worden. Heeft u echt het idee dat zo'n type persoon... Ik heb het niet over de heer Abrahams of zo. Ik praat algemeen. Hè? Ik praat over allemaal. Ik praat algemeen. Maar is dit het type persoon waarvan u denkt van ja, deze meent het met me? Want die verkiezingen, men scheldt elkaar uit omdat ze het oneens zijn met elkaar. Want die ene wil niet in hetzelfde bootje stappen als van de ander. Dat is toch, iedereen vecht om zeggenschap, dus jij moet doen wat ik zeg. Dus wanneer we het oneens zijn, dan we toeka, dan gaan we uit elkaar. Maar dan moet je nagaan. Als ze oneens kunnen zijn met elkaar en ze elkaar zo behandelen, dan zoomen naar jou, zoomen naar mij. Zoomen naar mij, want ik bedoel, een tegenstander, zo moet ik het noemen, een politieke tegenstander. Ze hebben nog lijnen, die maar op connectie. Ze kunnen een hachje nog redden. En van zijn psa. Maar zoem naar jou. Zoem naar mij. Wie gaat ons helpen als iets gebeurt? Want je weet. Wanneer iets met ons gebeurt. Is dat de procedure. En wanneer wij iets terug willen doen. Is de procedure voor ons. Niet in ons voordeel. Dus die leiden is weg. Dus lieve luisteraars. We gaan stemmen. Maar ik denk. We moeten ons echt afvragen. Of dit systeem rechtvaardig werkt. Werkt het echt in voordeel van de burger? En daarom zeg ik ook, wanneer je ziet dat iets niet werkt en men houdt zich niet aan de afspraak, dan is het je goed recht om de overeenkomst te ontbinden. En het neemt echt niet zoveel werk hoor, maar goed, laat me niet te veel daarover praten. Laten we even luisteren naar de heer Moongra. Ik vroeg hem over inkomstenbelasting, wat hij ervan vond. Coarcatori even. Als je niet wil betalen, dan vindt men van ja, je bent dan niet, hoe zal ik het zeggen, je bent asociaal en dat soort dingen. Maar het zijn drogredenen, want niet, we hebben ook een analyse gemaakt van wat het belastingssysteem betreft. Er zijn 16 tot 17 verschillende belastingsoorten in Suriname. Geen enkele Surinamer kan belasting ontduiken, het bestaat niet. Het bestaat niet, want zodra je naar die al verdien je geld, onofficieel, dus buiten de formele sector. Het moment dat je naar Omusnezi gaat, of je gaat feesten, of je gaat de auto kopen, whatever, ontvangt die overheid weer geld via. 100% ga je zeggen, omdat je dus daar het belastingssysteem. Ja. Wij zijn bijvoorbeeld voorstander van het afstaffen in principe van inkomstenbelasting. Oh ja. Zo, heeft het gehoord. De heer Moongra van de Nieuwe Lijn heeft dat gezegd. Dus weet u, ik denk dat we als burgers nu niet zoveel, ik heb het vaker gezegd, had weer zeggen van nou, we moeten niet zoveel afgaan op beloften en dingen die politici zeggen. Kijk, de heer Moongra heeft het ook gewoon gezegd. Of het zo is, is punt 2. In het partijprogramma staat wel dat ze het terug gaan brengen van 40% naar 18%. Toch? Klopt. En dan willen ze het eventueel afschaffen. Dus dat heeft hij verder verteld. Oké, maar dan ga ik even hierop dieper ingaan. Ze zeggen, de overheid moet maatregelen treffen. Maar lieve luisteraars, waarom beginnen ze niet bij zichzelf? Dan ga ik het even opzommen. Ik had het al net gezegd, het even herhalen. Salarissen van directeuren en even kijken. DNA-leden, ministers, PVP, drastisch omlaag halen. Daar besparen we alvast een beetje. Er is laatst ook een lijst over het internet. Door het internet heen gegaan waarbij je salarisverschillen ziet, waarbij directeuren van verschillende instanties zijn opgenomen en daar is er een bedrag van 300.000, ik weet niet of het per jaar of ik denk het per maand is, want dan is het echt overdreven, maar goed, men zegt bij God is er namelijk alles, maar als het 300.000 per jaar is, weet hoeveel geld we kunnen besparen, waarom zoveel? Ik zeg niet dat de mensen niet goed gewaardeerd moeten worden, maar het gaat toch moeilijk in het land en vanuit die hoek, vanuit die organisatie, is dat probleem geschapen. Als je het met de burgers meet, waarom moet die burger nu weer meer geld gaan betalen? Begin daar te bezuinigen. Het ambtenarenapparaat is zo groot. Wat ik heb begrepen van de heer Groenberg, die ook hier was in de studio, als ik het goed heb,
Het bleek dat 60% van de staatsinkomsten gaan naar het ambtenapparaat. 10% naar onderwijs. 60% ambtenarenapparaat. Dus dat leg ik u uit. Wanneer er bezuinigd gaat worden, gaan wij het voelen. Wanneer er staatsschulden worden genomen, gaan wij ervoor betalen. Ik ga afsluiten vandaag met het volgende. Volgende week, zaterdag, de komende week ga ik u de details geven. Wordt er een speciale avond georganiseerd. In samenwerking met Box SR. En het gaat over vrijheid en stemmen. Dat in hoeverre zijn we vrij wanneer we stemmen. Gaat een korte presentatie gegeven worden. Het is meer een speciale avond voor de zwevende kiezers en ook de niet-kiezers. Want ik heb ontdekt dat deze groep in principe geen platform heeft. Ze hebben geen thuis. Ze zijn gewoon overgeleverd aan de mensen die wel gaan stemmen. Toch? Want de mensen die vinden dat het hun burgerplicht is, terwijl ze nou een plicht, nou een recht. Want als het een plicht is, dan wil je mij eigenlijk zeggen, al vind ik je helemaal niet equipped, dan moet ik toch voor je kiezen. Nee, dan zegt men nee, je kiest voor het minst slechtste, maar je kiest toch nog steeds voor iets slechts. Maar deze groep heeft geen platform, dus we hebben speciaal voor die groep hebben dus een avondje georganiseerd volgende week. Het is in elk geval wel een Marriott. Toegang is vrij. Er gaat ook een andere heer zijn. Ik geef u alle details volgende week. Ik geef een presentatie 20 minuten. Hij geeft de presentatie 20 minuten. We gaan waarschijnlijk even daarna kort erover babbelen. 20 minuten, dus de meneer en ik. Toch, waarom wel of niet stemmen? Wat zijn de effecten ervan? En dan mag het publiek gewoon lekker meedoen. Vragen stellen, opmerkingen maken. En we gaan ook heel kort andere opties geven. Ideetjes. Nieuwe systemen, nieuwe werkwijzen, andere manier van inrichten. Gebaseerd op vrijheid, creatieve overtuiging, geen dwang en redelijkheid. Wat je betaalt, waarvoor je betaalt, dat krijg je terug. Zoals het hoort, toch? Overal op de wereld is dat normaal. Je gaat niet voor iets betalen waarvan je weet dat je het niet terugkrijgt. Maar alleen een politiek instituut is tegen dat Assan dat normaal. Assan no normaal. Maar goed. Lieve luisteraars, dat was het voor vandaag. Ik ben Roemie Knoppel, Freedom Vibes. 89.3 FM, Radio Sargam. En nu ook via internetlink te beluisteren via de Facebookpage van Radio Sargam en ook Freedom Vibes. Kunt u de link ook vinden. Ik ben volgende week maandag. Er is een extra uitzending van Freedom Vibes. Dat is aanstaande maandag, zelfde tijd. Ik ben er vanaf over 12:30 ben ik er. En dan ga ik babbelen met mevrouw Krishna Mathura Hussain Ali. Ik heb 1 of 2 keer al met haar aan de telefoon gebabbeld. Heel sympathieke mevrouw moet ik zeggen. Heel sympathiek, zo kwam ze over. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het gesprek. Het wordt zeker een leuk gesprek. Dus tot dan. Ik zal zeggen in de tussentijd, prettig weekend. Ik heb begrepen dat het internationale dag is van het gezin. Dat vind ik ook weer zoiets grappigs. Want het zou eigenlijk elke dag van het gezin moeten zijn. Anyway, ik ben Roemie Knoppel. Ik check out. Later. Mensen, zij het doen, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen, pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger, groepen en kringen. Met de bedoelingen, ieder te zoeken en vinden, zonder iemand te dwingen. We pleiten voor gelijkheid, onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens zonder stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom Fight, via de ether je geheugen binnen. Cheers, Freedom Fight. Onafhankelijk zijn. Freedom Fight. Zij willen geïnformeerd.